Hallo allemaal en welkom bij het tweede webinar in de reeks Klimaatrechtvaardigheid vanuit inheems en decoloniaal perspectief. Dit webinar is op een ander moment opgenomen, alleen toen is er iets misgegaan met de opnames. Vandaar dat we het opnieuw opnemen, want we wilden jullie toch graag deze belangrijke informatie niet onthouden. We wilden het graag beschikbaar stellen voor onze leden en donateurs. Omdat het gewoon een hele belangrijke webinar sessie ook is geweest in de reeks. Deze sessie ging met name over herstel en oplossingen rondom ons koloniale verleden. Nogmaals, het doel van deze gehele reeks is de link te leggen tussen onze koloniale geschiedenis, het neocolonialisme en wat nou die link is tussen onze hedendaagse klimaatcrisis. Wat ons betreft is deze stem nog wat ongehoord. Of blijft het wat meer op de achtergrond. En we willen graag ook onze leden en donateurs hier meer bij betrekken. Tijdens dit webinar hoor je dus met name over herstel en oplossingen vanuit inheems perspectief. Van hoe komen we nou tot die rechtvaardige samenleving en harmonie? Wat is daarvoor nodig? Het doel is zowel kaders geven. En hoe we tot het herstel komen, als echt inspiratie geven van hoe zou jij zelf het initiatief kunnen nemen om het verschil te maken. Want er zijn ook heel veel mensen die daar aan werken en daar worden ook voorbeelden van gegeven. Dus dat werkt heel inspirerend. Zometeen kunnen jullie dus luisteren naar Max de Ploeg, Tjaute Leo en Raki Ab. Ieder voor zich vertellen ze dus een stuk van ongeveer 15 minuutjes. We beginnen zometeen met Max, gevolgd door Tjaute Leo en Raki Ab zal het dan afsluiten. We wensen jullie heel veel plezier en wijsheid met het beluisteren van deze webinar. En we horen het graag als jullie nog vragen hebben of van gedachten willen uitwisselen. Dit filmpje komt op ons platform. Heb ik ook een groep aangemaakt. Wat echt gaat over het inheems en decoloniaal perspectief op klimaat en de klimaatcrisis. En volgend jaar willen we de reeks opnieuw aanbieden. Dus we blijven met elkaar in gesprek hierover. Dan geef ik het woord nu aan de sprekers. Alright, welkom allemaal bij de tweede sessie. En deze keer ga ik een presentatie geven over decolonisatie en herstel van de klimaatcrisis vanuit een inheems en decoloniaal perspectief. De vorige keer hebben we het natuurlijk gehad vooral over de problemen, maar vandaag willen we dus vooral verdiepen over oplossingen, waarbij ik het ook zal hebben over zowel wat houdt dat herstel dan precies in, hoe kan je het bekijken, zoals het klimaat en decoloniaal vlak, maar ook naar internationale ontwikkelingen daaromheen, voorbeelden uit de praktijk waarin dat nu ter sprake komt. Als recap van de vorige keer, wat zijn nou precies die legacies van het kolonialisme? Nou, we hebben het gehad over dus dat men denkt vaak aan fysieke genocides en uitbuiting en het landonteigening, maar kolonialisme was echt een structuur met meerdere instituties, waardoor het dus naast economische en politieke consequenties, dus ook sociale, culturele, spirituele en voor het land, allerlei gevolgen had. Dus je moet het eigenlijk integraal en holistisch in die zin bekijken, waarin we zien dat het verleden en het heden en de toekomst niet gescheiden zijn van elkaar, maar dat het verleden het heden heeft gevormd en daarmee dus ook nog impact gaat hebben op de toekomst. En je zag dat tijdens het kolonialisme werden mensen verplicht te assimileren in het koloniale systeem, waarmee inmiddels onderwijsculturen zijn kapot gemaakt, gecriminaliseerd. Land is onteigend, er werd gedemoniseerd, mensen werden middels de raciale ideologie tot inferieur beschouwd, talen zijn verdwenen. We hebben het gehad over de nazistatensysteem die daaruit is voortgekomen, hoe dat eigenlijk een westers exportproduct is geweest, waardoor er wereldwijd eigenlijk westerse talen veelal worden gesproken vanuit de staten, terwijl eigenlijk alle 6000 talen die de wereld rijk is, op die manier worden gemarginaliseerd en onzichtbaar gemaakt. En dat eigenlijk, dat uit die infrastructuur die er is gekomen, dat eigenlijk die neocolonialistische en kapitalistische structuur die we vandaag hebben, die faciliteren eigenlijk verdere koloniale praktijken. Dus met bedrijven, et cetera, internationale handel.
Dus dat is even om weer even terug te zijn. Oh ja, wat was er vorige keer besproken? En vandaag gaan we het dus vooral hebben over, oké, maar hoe dan nu verder? Wat is herstel dan met dit gegeven dat dit allemaal is gebeurd? En hierbij zal ik vooral het werk gebruiken. Ik heb ooit de masterclass gevolgd van Esther Stanford Xose. Zij is een Pan-Afrikaanse reparation scholar. En ik zal vooral eigenlijk een miniatuurversie van wat zij destijds in die reparations class heeft gegeven, met jullie ook delen. En ik vond een mooie quote die zij ook in een van haar presentaties gebruikte. Dat reparations is een proces. Het is een proces. Het is geen paycheck. Het gaat hier, het wordt vaak in populaire discours vaak gereduceerd tot een geldsom. Nou, we geven een bedrag en daarmee is klaar. Maar dat is het dus juist niet. En wat het dan dus wel is, daar gaan we het over hebben. Maar het kan niet gereduceerd worden tot geld in ieder geval. De visie van een netwerk waar zij ook onderdeel is van Persoe. Zij zeggen in hun statement van purpose onder andere wat het inhoudt. En dan zeggen ze het volgende. We are demanding complete economic, political, social, cultural and spiritual justice. That is justice in its true holistic meaning. Receiving the financial component of reparations will be meaningful only if it serves the holistic purpose and strengthening the integral whole of our self-repair process. Although no sum of money could ever erase our pain or wash away the blood of our glorious ancestors shed at the hands of the master enslavers and colonizers, we must have all that is necessary for restoring ourselves and future generations through our sovereign inherent right to be self-determining in every aspect of our lives in order to attain meaningful global justice for all. Eigenlijk komen hier dus, end quote, eigenlijk komen hier dus meerdere dingen naar voren, hè? Dat het holistisch moet benaderd worden. Je kan het niet alleen economisch, politiek, je moet ook cultureel, sociaal, spiritueel, et cetera bekijken. Het is een zelfreparproces. De mensen moeten hun eigen reparatie eigenlijk ook in werking kunnen zetten. En geld kan misschien bijdragen om de middelen beschikbaar te stellen om dat proces van reparatie te bewerkstelligen, waarin ze eigenlijk ook heel belangrijk naar voren zetten dat men dus recht op zelfbeschikking moet hebben om hun eigen toekomst te kunnen bepalen. Want als je kijkt naar die vorige lezing, is dat juist wat er is weggenomen. Hè? Het land is weggehaald, culturen zijn weggehaald, mensen moesten assimileren. Dus dat recht op zelfbeschikking om je eigen herstel van je volk, je natie, je cultuur te bewerkstelligen, daar moet je recht op hebben en daar moet oog voor zijn wanneer we het hebben over herstel van kolonialisme. Dit is dus een hele lijst aan dingen waar je aan kan denken. Het gaat van familierelaties tot aan organisationele en institutionele repairs. Dus een hele, ik ga niet alles noemen, maar zo ziet het dus een waslijst aan niveaus of levels waaraan je kan denken binnen reparations waarop je actief kan zijn of iets kan neerzetten. Nou, wat is eigenlijk herstel in relatie tot kolonialisme? Als het gaat om misdaden tegen de menselijkheid, zijn er 5 key principles eigenlijk in internationaal recht die zijn opgenomen, hoe je dat vormgeeft. En ik heb in het nul nog even erkenning gedaan, dat zal ik straks nog even toelichten. Maar de eerste is eigenlijk restitutieherstel, compensatie, rehabilitatie, tevredenheid van slachtoffers en non-repetitions, het niet herhalen. Ik zal straks per begrip nog even toelichten wat daarmee bedoeld wordt. En je moet dus eigenlijk zorgen dat alle consequenties die de misdaad heeft veroorzaakt weer gerestaureerd worden. Dus als je een huis sloopt en het huis is weg, dan ga je daarna het huis weer in elkaar zetten zoals het was voordat jij dat huis hebt gesloopt. Zo moet je het even in hele simpele taal zien. En daar zijn de stappen voor en concepten voor ontwikkeld hoe je daar dan tot kan komen voor dat herstelproces. Waarom ik nog de stap van erkenning heb toegevoegd, die in internationaal recht is, die voor die misdaad tegen mensheid, heb je het vaak over bepaalde incidenten die zijn gebeurd. Ik zeg maar wat, een dictator heeft een groep mensen uitgemoord en dan wordt dat hersteld, daar horen die stappen bij. Maar als je het kijkt naar kolonialisme en een decoloniaal perspectief, dan denk ik dat we eerst moeten beginnen bij erkenning, want dit zijn misdaden die geïnstitutionaliseerd waren. Het was niet een incident van 5 jaar of 1 jaar of een gebeurtenis. Het is echt een institutioneel fenomeen geweest van 400-500 jaar. Dus dat betekent dat instituties ook erkenning moeten gaan geven. Dus dat is wat mij betreft een stap die erbij moet komen in deze laag van het komen tot herstel. En daar zijn ook voorbeelden van uit de praktijk waarin die erkenning steeds meer is gekomen van wat er is gebeurd. Want als je niet erkent wat er is gebeurd, weet je ook niet wat je moet repareren, want je weet ook niet wat de misdaad is. Nou, zo heb je bijvoorbeeld de kerk, Pope Francis, die zijn excuses aanbood namens de katholieke kerk die enorm veel misdaden heeft gepleegd. Je hebt de UN Declarations for the Rights of Indigenous Peoples, de gemeente Amsterdam die recent haar formele excuses heeft aangeboden. Nou, het zijn allemaal voorbeelden van komen tot een institutionele erkenning en de rol die zij hebben gepleegd
bij het veroorzaken van misdaden tegen de menselijkheid. Hier zijn nog allemaal, je kan op pauze drukken, kan je die titels en evenementen zelf nagoogelen, maar er is echt een ontwikkeling op internationaal gebied, waarin je ziet dat allerlei groepen, zeker uit de Global South, hebben gelobbyd voor die erkenning bij de Verenigde Naties van allerlei misdaden. Conferenties zijn er gekomen, internationale verdragen, et cetera, et cetera. Dus dat is misschien goed om voor jezelf op te zoeken, zodat je een beetje bekend wordt met alle ontwikkelingen. En nou ja, erkenning in de praktijk, hè, dat betekent dus, kan excuses zijn. Er kan ruimte komen voor rouw. Hè. We hebben 4 en 5 mei herdenking, we hebben de Kitty Kotti herdenking. Maar er kan ook informeel, kan je op kleine schaal denken, oké, hoe kunnen we erkenning veroorzaken? Kan je ook zelf iets initiëren. En zoals was zo'n alternatieve herdenking voor de Ogoni-mensen, richting wat Shell had veroorzaakt. Dus zo kan je gewoon een plek creëren voor de slachtoffers waar die erkenning plaatsvindt. En daarnaast moet er natuurlijk educatie en onderzoek plaatsvinden rondom waarheidsvinding. Wat is nou precies gebeurd? Want vaak genoeg weten we helaas veel over de misdaden die tijdens kolonialisme zijn geweest. Weten we te weinig over. Dus als je gaat herdenken en herkennen, moet je wel weten waarover. Dus dat is een belangrijk aspect. En dat betekent dus ook dat we het frame en de manier waarop we de wereldproblemen vandaag begrijpen, moeten aanpassen. Hè? We gaan niet van ontwikkeling zoeken alsof andere landen moeten ontwikkelen, ga je naar schadeherstel. Dus het Giro 555 frame heeft vaak, hè, mensen met arme die eigenlijk in armoede zitten, omdat het zo slecht daar is. Wij moeten gaan helpen als beschaving om het daar op te bouwen, et cetera. Dus vaak hebben we daar zo'n frame hoe we naar de wereld kijken. Terwijl we een frame hebben vanuit, hey, wij hebben daar gestolen, we hebben daar dingen kapot gemaakt, we moeten herstel gaan bieden, heb je een ander frame of kader waarin je eigenlijk de problemen benadert en benoemt. Een van de eerste stappen is dus restitutie. Hè? Dus teruggeven wat niet van jou is of herstellen wat je kapot hebt gemaakt. Dus als het bijvoorbeeld gaat om land, ja, dan zeggen ze ook dat mooie bordje van decolonize, don't recognize. Daar bedoelen ze indirect mee eigenlijk, ga decoloniseren, geef het land terug. Het is leuk dat je het erkent dat er iets mis is gegaan, maar nu moet je ook de stap nemen om het terug te geven. Dus we moeten decolonisatie ook niet zien als een soort metafoor voor integratie of inclusie. Van hoe kunnen we zo goed mogelijk het Nederlands systeem. Het gaat recht om dat het systeem ook gaat teruggeven what doesn't belong. Restitutie kan ook betekenen een ecosysteem herstellen die beschadigd is. Misschien leven de mensen van een bepaald gebied van het land. Je rivier is vervuild, ze kunnen er niet meer van leven. Dat betekent dat je dus ook dat ecosysteem hebt te repareren. Of land dat is uitgeput, et cetera. Het gaat dus om culturele plekken. Misschien hebben mensen geen plek meer om hun identiteit uit te dragen, ceremonies te doen. Land teruggeven. Nou, dat zijn allemaal voorbeelden van dingen die je kan teruggeven of herstellen voor de misdaad was geweest in de oorspronkelijke staat. Een andere stap is compensatie. Nou, compensatie is denk ik redelijk straightforward. Het is ook een bekend concept en fenomeen. En wat ironisch genoeg zo is, is dat rondom kolonialisme en decolonisatieprocessen het vaak zo is dat de misdadigers compensatie hebben gekregen voor hun verlies in eigendom en niet de slachtoffers. Voorbeelden zijn hiervan dat Haiti bijvoorbeeld onafhankelijkheid kreeg en toen aan de Fransen schuld moest betalen, omdat de Fransen vonden zij verloren hun eigendom, namelijk Haiti. Indonesië heeft hetzelfde moeten doen, die heeft ook geld moeten betalen aan de Nederlanders voor het verkrijgen van hun onafhankelijkheid, wat zelfs tot 2003 is doorgegaan, waarin ze dus miljarden vergelijkbaar met de Marshallhulp hebben moeten betalen aan de Nederlandse overheid. En ook de mensen die mensen tot slaaf hebben gemaakt, kregen vaak compensatie naar de afschaffing van slavernij voor het verlies in eigendom. Dus dan ging de staat de slavenmeesters compenseren voor het afschaffen van de slavernij. En je ziet hier rechts een map. Elke plek is een plek van een slaveneigenarenhuis. En die hebben gewoon geld gekregen van de Nederlandse overheid. Dus je ziet vaak wel dat het schadeherstel als concept wel bestaat. Maar die is vaak toegepast op de kolonisator. Hè? Het was ook het systeem dat hem faciliteert. Dus vandaar dat je vaak ziet dat de compensatie eigenlijk de andere kant is opgegaan. Nou, en die logica moeten we eigenlijk gaan omkeren. En er zijn zeker wel cases, ga ik ook niet allemaal af, kan je ook even pauze drukken, kan je het opzoeken. Maar er zijn allemaal, zeker na de Tweede Wereldoorlog, ook cases van de, laten we zeggen, de goede kant op van herstelbetalingsprocessen. Ook zeker naar de Joodse gemeenschap na de Tweede Wereldoorlog is er ook van alles gebeurd. Nou, zo is dat ook een bestaand concept. Rehabilitatie, wat is dat? De misdaad tegen de menselijkheid. Laat trauma's achter bij communities, dus daar moet ook psychologische en intergenerationele hulpverlening komen voor het herstel van die schade. En er zijn ook allerlei onderzoeken geweest hoe zelfs stress bij de moeder ook weer doorgegeven kan worden tijdens zwangerschap op kinderen. Dus hoe je echt intergenerationeel
impact hebt van misdaden die gepleegd worden, waarin je ook echt ziet dat van generatie tot generatie trauma's worden doorgegeven. Dus ook daarover moet rehabilitatie komen. Nou, satisfaction en tevredenheid. Je gaat dus niet bepalen als misdadiger, laten we zeggen, of degene die schuld heeft, ga jij niet bepalen wat een adequate methode of erkenning is. Dus de groep over wie het gaat, die moet participeren en het recht hebben om zeggenschap te hebben en vertegenwoordiging te hebben over hoe dat herstelproces eruit ziet. Dus je gaat niet over hun praten, maar met hun. Dus zij moeten ook tevreden zijn over de oplossingen die voor hun zijn aangereikt. Dus dat is cruciaal in het reparations proces. En verder heb je het kader van non-repetition. Oké, welke mechanismes ga je nu installeren dat het zich niet kan herhalen? Want feitelijk is het kolonisatieproces nooit gestopt, zeker vanuit een inheems perspectief niet, waarin het land nog steeds wordt gekoloniseerd. Of het nou eerst de Spanjaarden direct waren, of is het tegenwoordig de multinational die misschien gefaciliteerd wordt door de eigen natiestaat. En zoals dat plaatje ook laat zien, en hoe Rodolfo ook zegt, zelf Mapuche, die zegt same shit, different century. Eerst kwam de Spanjaard met hun wapens, nu komt de politie met hun wapens. Consequentie is hetzelfde, we raken land kwijt. Dus daarin is het belangrijk welke juridische mechanismes ga je installeren om te voorkomen dat het zich herhaalt. Nou, voorbeelden om het daarmee af te ronden, om een paar voorbeelden te geven van internationale ontwikkelingen. Ik heb al eerder aangegeven wat er allemaal op VN-level gebeurt, maar nu ook wat andere voorbeelden die misschien interessant zijn. Is bijvoorbeeld dat grondwetswijzigingen plaatsvinden in, dat dan heet Puen Vivir, bijvoorbeeld in Ecuador. En je ziet daardoor ook dat er vanuit, en het is dan nog lang niet perfect, totaal niet, maar je ziet dat van daaruit, omdat de natuur grondwet heeft gekregen en inheemse groepen zijn erkend, dat ze wel meer tools hebben om als er iets misgaat, iets aan te klagen. En zo is er bijvoorbeeld een historische overwinning geweest, dat er een inheemse groep, de Waroni people, een ruling had tegen mijnbouwbedrijven dat ze eigenlijk het recht niet hadden om op het land te komen. Waarom? Ze hadden hun niet geconsulteerd voordat ze zijn begonnen en dus uitgesproken sorry, jullie hadden het niet zomaar mogen doen zonder hun toestemming. Nou, dat zijn dus tools waarop ze konden staan. Als dat niet in, in het recht verankerd was of in de grondwet, had je ook niet je recht erop kunnen doen. Want veel misdaden helaas tegen de menselijkheid waren ook gelegaliseerd. En we moeten het dus illegaal maken om land zomaar te onteigenen, illegaal maken om zomaar ecosystemen te vernietigen. En daar is dus ook politieke en juridische verandering voor nodig. Nou, en zo zie je dat er steeds meer, omdat steeds meer wetgeving ook rondom milieu op gang komt, zie je allerlei succeszaken nu ook komen. Hè? Urgenda tegen de Nederlandse overheid ook een zaak gewonnen, of Milieudefensie tegen Shell rondom de vervuiling van de Niger-delta. Nou, en zo zijn er dus voorbeelden en positieve ontwikkelingen waarin justice wordt gevraagd en ook dus herstelprocessen. Een andere interessant internationaal ontwikkeling die interessant is om te volgen, sinds 2010 was er een World Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth in Bolivia, die eigenlijk voor globaal oproept om Moeder Aarde dus rechten te geven, maar ook met het concept komen van climate debt. Want eigenlijk hebben het Westen heeft nu zoveel kapot gemaakt of al ruimte ingenomen, dat ze eigenlijk een klimaatschuld hebben. Ze geven geen andere landen hebben niet meer de ruimte om ook bepaalde dingen te gebruiken zonder dat eigenlijk is het al zodanig opgebruikt, hebben ze zoveel overgebruikt, dat ze nu moeten eigenlijk gaan compenseren om andere landen ook de kans te geven om gebruik te maken van hun omgeving, dingen te restoren die vernietigd zijn, et cetera. Nou, er zitten ook allerlei eisen aan, maar dat is ook interessant dat Bolivia ook landen heeft geprobeerd te verenigen om dit op de agenda te krijgen. En een ander mooi voorbeeld is 15 landen uit het Caribisch gebied, vanuit CARICOM-landen. Die hebben een 10-point plan gemaakt en die bekijken het dus ook holistisch. Nou, ik zie van public health naar erkenning, naar psychologische ondersteuning, technologische transfer, het weghalen van onterechte schulden. Er zit van alles in die eisenlijst. Zie je dat 15 Caribische landen ook reparaties hebben gevraagd aan Engeland, Frankrijk en Nederland. Uit mijn hoofd was dit in 2014, dus ook weer, of 2013 zie ik staan. Dus ook weer in het kader van herstel zich hebben verenigd. Dus dat zijn daar hoor je eigenlijk niks over in Nederland, terwijl dat bizar is. Terwijl landen zich verenigen of groepen om verantwoordelijkheid te vragen, horen we daar eigenlijk helemaal niks over. En dus is het belangrijk dat we dat zichtbaar maken. En ik denk dus al met al, wat maakt iets decoloniaal of niet decoloniaal? Hè? Want je kan iets herstellen. Maar als alles binnen een westers framework gebeurt, dan doen we dus eigenlijk geen recht op die zelfbeschikking. Mensen moeten dus hun eigen
visie, hun eigen manier van leven kunnen behouden en doorgeven. En dat is eigenlijk wat kolonialisme onmogelijk heeft gemaakt. En ik denk dat het ook cruciaal is om op die manier een nieuwe balans en harmonie met de aarde te ontwikkelen. Omdat ja, onze manier van leven die in het Westen is geproduceerd, die commodificeert de natuur. Maar heel veel groepen hebben dat niet zo gedaan. Dus hun cultuur en voorbestaan daar wat van leren en dat kunnen laten doorgeven is ook cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Dus we moeten ook onze mindset decoloniseren en cognitive justice fixen. Omdat ja, je kan niet... ik zal het even voorlezen. The rights of multiple forms of knowledge to coexist. This plurality recognizes the diversity of knowledge not only as a method, but as a way of life. Dus het erkennen van meerdere manieren van leven, die zelfbeschikking geven en die vrijheid geven. En dat betekent dus dat repair of knowledge to do justice to every form of knowledge that exists. Knowledge does not exist only in its European forms. Zonder dit kunnen we eigenlijk niet over reparatie praten, want dan hebben we het gewoon over globale assimilatie en integratie binnen het kapitalistisch systeem. Ik denk dat dat hem was. Ja, dan ga ik hem daarbij laten. Hallo allemaal, wat leuk. Dit is heel fijn. We gaan het hebben natuurlijk over de tweede gedeelte van onze sessie. En het zal gaan ook over de cosmovisie. Hoe wij als inheemse een perspectief hebben opgebouwd. En dat is natuurlijk heel breed. Dus wat ik ga doen is, ik ga het gewoon downsize. Ik ga proberen om het zo klein mogelijk te maken. En ook natuurlijk, het is ook natuurlijk een soort voorbereiding of een reflectie op de ceremonie die wij met elkaar hebben gedaan. Allereerst gaan we nu, ga ik even kort uitleggen wat wij dan bedoelen met een cosmovisie. Er zijn zoveel inheemse volkeren over de hele wereld. En wat mij opvalt, en dat vind ik altijd het meest mooie, is spreek ik met iemand van de Ali Forum. En we hebben het over de cosmovisie. Daar komen er zoveel gelijkenissen naar voren. Hetzelfde geldt met Kalinja. Spreek ik iemand rondom de spirituele wereld die wij hebben. En dan lijkt het ook net alsof we gewoon zusters van elkaar zijn. Dus er is iets, een bepaalde kennis wat is behouden. Toen nog voordat de boeken waren, nog voordat ze dat de universiteit waren, nog voordat wij überhaupt met elkaar in contact kwamen. En dat is behouden. Dus ik heb voor ons een bepaald een schema gemaakt, waarbij ik in ieder geval heb gezegd van dit zijn bepaalde concepten die je sowieso altijd in de cosmovisie ziet. Dus het gaat eigenlijk altijd over de geschiedenis, het verleden. Wat bindt ons, wat is met ons gebeurd en wat is het wat ons nog bezighoudt? Welke herinnering hebben we? Wie bepaalt wat geschiedenis is? Wie bepaalt wat gedeelde herinneringen zijn? Dan heb je natuurlijk ook principes. Principes zijn natuurlijk heel breed, maar basically komt het erop neer dat het je wereldbeeld vormt. Het geeft jou een geloof, het geeft jou bepaalde manieren om naar de wereld te kijken. De cosmovisie heeft ook relaties met relaties. Dus de manier hoe je naar planten, hoe je verhoudt tot planten. Hoe je kijkt met de elementen van de natuur. Hoe je met dieren omgaat. Welke positie heb jij ten opzichte van de dieren? Of ten opzichte van je medemens? Niet eens je mens die je in Amsterdam tegenkomt, maar ook iemand die bijvoorbeeld in een land woont waar jij nog nooit van hebt gehoord of waar je nooit zou komen. Het heeft ook te maken met verhalen, want we hebben weinig geschreven boeken of geschreven taal. Dus heel veel kennis is via orale overdracht is dat bewaard gebleven. Maar in die verhalen zie je vaak terug dat het gaat over je verleden, het gaat over het heden, over het nu. En het gaat over de toekomst, van waar willen wij naartoe en wat voor toekomst zien wij voor onszelf. Wat echt een belangrijk element is binnen de cosmovisie is ook belonging. Dus ertoe behoren, tot iets behoren, met iets behoren, met iemand behoren. Dus je cultuur, je land, je gemeenschap, je taal, je identiteit. Als ik kijk naar hoe ik mezelf zie, is het, ik ben een Mapuche Poentje. Mapu betekent aarde, Che betekent mens. Poen is de boom, Che betekent mens. Dus ik ben een dochter van de mensen van de aarde en de mensen van de boom. En dat heeft allemaal te maken met hoe je jezelf natuurlijk ziet en wat voor taal je spreekt en hoe je dan inderdaad jouw belonging als het ware vormgeeft. Wat ik ook merk binnen cosmovisies is dat er heel veel verbinding is altijd met de voorouders. Dus er is geen verhaal die de voorouders
skipt. Je moet altijd op zoek gaan naar toestemming van je voorouders. Dus je doet eigenlijk weinig ceremonies zonder dat je voorouders daarin betrekt. Maar ook gaat het heel vaak over, wij zijn natuurlijk hier met een opdracht. En dat is de wereld zo veilig mogelijk maken voor de kinderen die komen gaan. Dus de toekomstige kinderen, die hebben echt een positie bij ons. Dus het is niet eens zozeer van dat zij nu niet aan tafel schuiven, dus ze zijn er niet. Hun spirits zijn er al. En het is ook iets wat altijd bij ons wordt meegegeven, of met ons wordt meegegeven. Als ik dan kijk naar die principes waar ik het eerder over heb gehad. Je kan heel veel principes voor jezelf kiezen binnen de cosmovisie. Waar je bijvoorbeeld je op wil focussen. Dat kan per seizoen veranderen, het kan per jaar veranderen. Het is echt heel erg hoe jij jezelf als het ware ziet. En het is ook een heel mooi proces voor jezelf. Dat je kijkt van oké, in de winter bijvoorbeeld, hè, voel ik me misschien wat meer down. Dan wil ik wat andere principes meer vasthouden. Dus die principes zijn heel erg verbonden met ook de context waarin je bent. Dus ik heb nu een aantal principes hier uit, of in ieder geval uitgelicht, om te zorgen dat we hier het mede ook over gaan hebben. Ook rondom de ceremonie natuurlijk. Wederkerigheid is echt een van de meest belangrijke principes die je kan hebben binnen alle inheemse culturen. Dat je dus een manier vindt hoe je wederkerigheid kan toepassen in je leven. Dat is eigenlijk basically waar het om gaat. En toen ik mijn moeder vroeg van, hoe vertaal je nou wederkerigheid in het Mapudungun, de taal die wij spreken? Mapudungun wordt ook wel de speech of the earth genoemd. En ze zei van, maar welke wederkerigheid bedoel je? Want wij hebben wel 30 vertalingen van het woord wederkerigheid. En toen dacht ik ook van, ja, dat laat zien dat de manier hoe wij wederkerigheid zien is eigenlijk heel erg narrow. Het is heel erg plat. Wij kennen wederkerigheid als dat woord. Maar als je dat dan ziet, hoe mijn moeder dat dan uitlegt, dan zei ze van, wederkerigheid kan tussen mensen zijn. Het kan tussen ouders zijn, tussen je voorouders. Het kan tussen kinderen zijn. Wederkerigheid is ook tussen planten en mens, tussen de planten onderling. Tussen de dieren en planten. Dus ze begon helemaal los te gaan met hoe wederkerigheid wordt vertaald. En alles had dus een ander woord. Dus zij was echt een beetje verrast met dat ik deze vraag stelde. Maar ook weer heel mooi dat we dan dit gesprek hadden gehad. Verbondenheid is eigenlijk ook echt een hele belangrijke binnen de hele cosmovisie. Je bent verbonden op een manier dat je natuurlijk nooit alleen staat. Dus de community staat centraal. Het zelf als een concept, dat bestaat niet eens. Dat kan niet bestaan omdat je dus feitelijk dan jezelf centraal stelt. En ik denk dat in relatie natuurlijk met hoe de westerse mens wordt opgevoed en welke waarden zij hanteren, gaat het altijd over het zelf als een soort centraal entiteit. Maar als je nou dat omdraait en je gaat kijken met oké, nu sta ik niet centraal, maar nu staat de community centraal, dan ga je ook zien dat er een web van afhankelijkheden bestaan. En je moet het zien als een soort spinnenweb en alles heeft met elkaar raakvlak, alles is met elkaar verbonden, alles heeft met elkaar een bepaalde, iedereen heeft ook een bepaalde rol. Dus het draadje wat rechts van het spinnenweb is, heeft een rol om het andere draadje met elkaar te verbinden. Dat knoopje daar zorgt ervoor dat draadje aan de onderkant ook weer met elkaar verbonden is. Dus feitelijk is die verbondenheid zowel zichtbaar als onzichtbaar. Dat zou misschien, als je dan meteen het derde concept neemt, autonomie, misschien daar enige gevaar voor brengen. Van ja, hoe kan je dan die afhankelijkheid zien ten opzichte van die autonomie? Ik denk dat autonomie een heel belangrijk concept is om dat goed te bekijken van hoe zien wij dat. Autonomie heeft natuurlijk ook te maken met je zelfbeschikkingsrecht. Het heeft te maken met hoe jij mag zijn als individu binnen die web. En het heeft te maken met hoe je dus autonome beslissingen mag maken ten opzichte van die verbondenheid, ten opzichte van je community. Autonomie heeft ook te maken met de kinderen. De kinderen zijn natuurlijk nooit jouw kinderen. De kinderen zijn van de universe. Dus een kind is eigenlijk een autonoom mensje. Wij noemen ook kinderen kleine mensen. Het zijn geen kinderen. Wij hebben de vertaling niet van kinderen. Wij noemen ze kleine mensen. Autonomie is ook een politiek woord. Maar als je het heel erg naar het spirituele trekt, dan heeft elk individu
binnen die web van afhankelijkheden, die web van verbondenheid, heeft echt autonomie. En dat mag je niet schaden. Dat is echt iets waar iedereen recht op heeft. Dus een plant mag niet zomaar worden omgehakt. Dus een boom mag, en dan vallen daar natuurlijk takken af en dat wordt hout, mag je niet zomaar pakken. Dus daar zit een bepaalde autonomie in. Dat mag je niet schaden. Dus daarvoor is ook dat je toestemming moet vragen als je bijvoorbeeld hout wil halen uit het bos. Dat is dus respect hebben voor de autonomie van dat stuk hout. Harmony is ook iets wat vaak in het Westen misschien wat makkelijker te begrijpen is. Want we zoeken harmonie en we zoeken bepaalde... Een harmonieuze samenleving bijvoorbeeld. En dat is basically eigenlijk ook iets wat heel belangrijk is binnen die web van afhankelijkheden, die verbondenheid, het zoeken naar autonomie, het respecteren van elkaars autonomie en natuurlijk het wederkerigheid. Uiteindelijk zoeken wij, en dat is de Common Union, zo wordt het genoemd, naar het leven van waar balans en harmonie in één is. Dus het is niet dat je gaat zoeken naar geluk. Het is ook niet dat je gaat zoeken naar, soms vragen ze dat wel eens van, ik zoek naar geluk, een gelukkig leven of een rustgevend leven. Maar uiteindelijk draait het om bepaalde mate van harmonie. Die je dus kan helpen om, als je die principes zo goed mogelijk naleeft, dan heb je in principe een bepaalde balans gevonden en een bepaalde mate van harmonie. Wat heel fijn is nu, is dat je dus met dit gegeven kan je natuurlijk ook kijken met oké, hoe kan ik bijvoorbeeld een jaar voor mezelf invullen? Hoe kan ik dit nou toepassen? Al die principes, is er een manier om het toe te passen? Dat is vaak wat ik te horen krijg en vaak ook de vraag die mensen mij stellen van ik wil heel graag anders leven. Wat ik dus heb gemerkt voor mezelf is ook dat ik ook heel erg op zoek was naar mijn... relatie met mijn voorouders of mijn relatie met mezelf, van waar ik nu sta en wat voor rol ik mogelijk heb, ook ten aanzien van de toekomst. Dus ik heb het hier ook schematisch opgezet, of in ieder geval zo neergezet. En dan zie je ook dat er vier windrichtingen zijn. Dus dan heb je natuurlijk ook het noorden, het westen en het zuiden en het oosten. Ik ga dit heel even kort uitleggen. En dan is het ook leuk om dat inderdaad te zien als een soort voorbereiding. Of je kan het zien, als je het later terugkijkt, als een reflectie van de ceremonie die wij gaan doen. De ceremonie, de mapenceremonie, is echt bedoeld om zoveel mogelijk terug te gaan naar die cyclus. Om echt dat te integreren, om daar een prayer voor te doen. En om te zorgen dat de cosmovisie die wij dus hebben, dat die zoveel mogelijk wordt doorgegeven. Dus het is eigenlijk ook een herinnering en die pas je meteen toe. Als je begint met de cosmovisie, met de MAPO-ceremonie, integratie, dan ga je altijd als eerste naar de voorouders. De voorouders is een manier om in ieder geval recht te doen aan jouw zijn. Dus de voorouders die hebben ons verhalen gegeven. Binnen die verhalen zijn natuurlijk bepaalde wijsheden te vinden. Die wijsheden zijn overgedragen. En dat is waarom wij hier nu zijn. Dus het is ook een, als je dus de wederkerigheid pakt, altijd belangrijk om daar dankbaar voor te zijn. Om te zorgen dat wat er ook wordt doorgegeven, dat ook een toekomst heeft. Dus dat is het noorden. West staat eigenlijk voor de dood. West staat voor de gevallen strijders. Als ik bijvoorbeeld ruimte wil nemen of ik wil ruimte geven aan de gevallen strijders, is dat echt een heel belangrijk element. Want dat doet recht aan alles wat er in mijn familiegeschiedenis is gebeurd. En mijn familiegeschiedenis is natuurlijk maar een klein deel van de hele geschiedenis die wij als inheemse volk hebben meegemaakt. Dus de gevallen strijders staat ook voor... wat er is gebeurd, welke voorouders hebben hun leven gegeven, welke voorouders zijn overleden als gevolg van het geweld, als gevolg van de genocide, van de kolonisatie. De gevallen strijders staat ook voor ons als de strijd mag niet stoppen. Ze hebben hun leven gegeven daarvoor. Dus het is, als je dan kijkt naar hoe ga je dan in jouw setting, met jouw verhaal, met jouw familielijn, hoe ga je daar dan vorm aan geven. Nou, de gevallen strijd is een ultieme manier om, als je dat wil integreren, om ruimte te bieden aan de heling.
Dus hoe kan je nou, want Max had het er ook al over, de intergenerationele trauma's, hoe kan je nou ervoor zorgen dat wat er is gebeurd, dat je dat in ieder geval erkenning geeft en dat je zorgt dat daar ruimte komt voor jezelf in het nu, dat je gaat helen. Dat betekent ook dat je moet gaan herinneren. Dus er zijn heel veel mensen, heel veel manieren om ervoor te zorgen dat je je voorouders of de gevallen strijders, dat je die herinnert. En het gaat heel vaak via mythes, het gaat via verhalen. Ik ken tal van verhalen over Lautaro, over Galvarino, over allerlei mensen die voor me zijn geweest, die de strijd hebben voortgezet. En de strijd ging meestal rondom autonomie. De strijd ging over niet gekoloniseerd willen worden. De strijd ging over dat vaders hun zonen naar het slagveld moesten sturen om hun eigen volk te beschermen. De strijd ging ook over het feit dat moeders hun dochters moesten beschermen tegen wat voor gewelddadigheden dan ook. En dat is een stukje wat heel erg belangrijk is om te herinneren. Nou, dan heb je natuurlijk het zuiden. Het zuiden is ook een mooi iets, omdat het heel erg ingaat op het nu. Het gaat erover dat wat jij hier met jouw leven gaat doen, wat jouw rol is. Iedereen gelooft binnen de inheemse volkeren dat je een bepaalde rol hebt. Het is niet zo dat je natuurlijk, ik hoop dat iedereen een gelukkig leven heeft uiteraard, maar wat is je rol? En binnen dus deze cyclus heb je natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Dus je hebt niet alleen rechten als mens, maar je hebt ook plichten. Je hebt plicht om een gemeenschap te creëren voor iedereen, zodat iedereen die sense of belonging kan voelen. Je hebt een plicht om te zorgen dat de kennisoverdracht kan blijven bestaan, niet alleen voor de kinderen van nu, maar ook voor de toekomstige kinderen. Dus educatie is een heel belangrijk element in de cultuuroverdracht. Je hebt ook een plicht om te zorgen dat je natuurlijk die harmonie voor iedereen zoveel mogelijk probeert te waarborgen. Jouw plicht om de autonomie van iedereen te respecteren. Dus er zijn hele mooie elementen voor de huidige generatie ook. Om daar een soort relatie mee op te bouwen met die rol die jij in dit leven hebt. Als je dan naar het oosten gaat, dan ga je eigenlijk toe naar toekomstige kinderen. En dat betekent dat je dus al bijna die hele cyclus hebt gehad. Dus je hebt die verhalen, je hebt die wijsheden. Je hebt natuurlijk rekening gehouden met de heling, met herinnering. En ook natuurlijk je plichten die je hebt om een gemeenschap voor iedereen te ontwikkelen. En de kennisoverdracht waar ik het over had. En die toekomstige kinderen, wat willen we uiteindelijk voor hun? Wat is nou uiteindelijk iets wat ik denk van, nou, dit zou ik echt heel erg belangrijk vinden als een toekomstige kind dat heeft. En dat is een bepaalde mate van onafhankelijkheid. Dat een kind uiteindelijk beslissing kan nemen voor zichzelf, maar ook in relatie tot de ander, in relatie tot de context waar die is. Bepaalde onafhankelijkheid, zodat het nooit meer de nasleep van kolonisatie hoeft te ervaren. Een bepaalde mate van onafhankelijkheid om te zorgen dat wat er ook gebeurt, dat die zelfstandige beslissingen kan nemen, hij of zij, of hoe we het dan ook zien. En het is ook belangrijk dat er dus een bepaalde vrijgevigheid is. Om die cyclus rond te maken, en dat zie je ook met die toekomstige kinderen, dat die ook weer teruggrijpen naar de wederkerigheid, naar vrijgevigheid. Dus dat ze weer teruggrijpen naar een soort mate van dankbaarheid voor alles wat er dus voor hen is gebeurd, en dat die voorouders dus een hele centrale rol blijven in hun leven. En dan zie je dat die cyclus rond is. En dan denk je ook echt van, nou, de voorouders, daar kan je dus, als je dit zou willen integreren, kan je dus best wel kijken naar hoe ga ik dat dan doen. Kijk, wij hebben natuurlijk in het Westen hebben wij best wel zijn we opgegroeid binnen een christelijke setting. Dus dan heb je kerst, heb je Pasen. Dat zorgt voor bepaalde ritme in je jaar. Je weet in principe wanneer kerst is bijvoorbeeld. Maar je kan ook kijken met oké, hoe kan ik nou deze dingen die ik net heb benoemd, concepten, hoe kan ik die nou binnen die setting van bijvoorbeeld seizoenen, hoe kan ik die integreren? En ik denk dat daar voor veel inheemse bepaalde mate van herkenning is, dat iedereen vaak dit heel belangrijk vindt. En dat er heel veel ceremonies, er zijn talloze ceremonies om dit te bevestigen, te bezegelen, om daar aandacht aan te besteden. Rituelen zijn er voor kinderen om te zorgen dat ze, weet je, rite passage, dat ze klaar zijn om die kennisoverdracht, om daar een deel te nemen. Dus ik denk dat het een mooie vorm is voor jezelf om ook dit zo vorm te geven dat je ook weet van, dit staat even los van wat er is gebeurd rondom
de kolonisatie. Dit is waar het voor ons gaat om het behoud van de cultuur. Dus als we dan teruggaan naar het thema van de webinar, en ook in relatie met klimaatrechtvaardigheid en de klimaatcrisis. Max gaf ook een heel mooi haakje van, als wij ervoor kunnen zorgen bijvoorbeeld dat bepaalde zienswijzes, zoals bijvoorbeeld de inheemse zienswijze, veel meer een way of living wordt dan enkel een concept. Dus dat je inderdaad daar aandacht aan besteedt, dan denk ik dat we al heel veel stappen hebben genomen. Want het teken, de manier hoe het Westen zoveel mogelijk onttrekt in plaats van geeft, daar zit natuurlijk al een groot deel van de oplossing. Dus wat wij zoveel mogelijk proberen te doen, is in ieder geval, en daar ben ik ook blij, echt serieus blij en dankbaar dat die voorouders, ondanks dat er heel veel gevaar was, dat ze dat echt hebben behouden. Dat die cultuur is behouden. Dat kennis kan worden overgedragen. Want dat is dus waarom wij nog bestaan. En ik denk dat het bestaansrecht, als je weet dat meer dan 80% van de biodiversiteit van deze wereld wordt beschermd door inheemse volkeren. En als je weet dat er nog zoveel kennis te leren valt, nog zoveel overdracht te doen is, nog zoveel manieren om te leren hoe je op een andere manier om kan gaan in relatie met je omgeving, dan denk ik dat de inheemse volkeren een plaats verdienen aan elke tafel waar belangrijke beslissingen worden genomen. Ik hoop dat daar in ieder geval ruimte voor is, ook voor inheemse kinderen, om zoveel mogelijk kennisoverdracht tot zich te nemen. Dat we kijken met hoe wij ervoor kunnen zorgen dat dit gefaciliteerd wordt. En binnen deze webinar is het natuurlijk ook een hele mooie manier om dit aan jullie door te geven, zodat dit misschien ook iets is waar andere niet-inheemse, ja, daar een bepaalde mate van een soort herkenning is. Want ik denk ook dat heel veel niet-inheemse mensen ook heel veel herkenning voelt in de gevallen strijders. Want als je kijkt naar de gevallen strijders, wat is het, welk verdriet is het in jouw familie? En hoe kan je daar een bepaalde mate van heling geven? Hoe kan je dat herinneren? Dus bij deze wil ik graag afsluiten om in ieder geval dit te hebben doorgegeven. En de ceremonies waren, ja, is natuurlijk iets wat heel belangrijk is voor ons. En dit geeft in ieder geval een soort theoretische achtergrond van wat er dan wordt bedoeld in de prayer. Dankjewel. Nogmaals dank aan Milieudefensie voor het hosten voor deze gelegenheid. Mijn naam is Raak Jap en ik ben de woordvoerder van Frida's Purple Campaign. In de tweede sessie zal ik terugblikken, kort terugblikken op de eerste sessie. En daarna snel overgaan op de presentatie met betrekking tot de oplossingen. Hè. We hebben een heftig verhaal, heb ik verteld in de eerste sessie. Groot, moest even zinken. En kunnen de Papoes daaruit komen? En hoe ziet die verandering dan uit? En wat hebben ze gedaan? Daar ga ik op inzoomen. Dan ga ik nu mijn scherm delen. Goedenavond, beste mensen. Ik zal snel induiken op mijn presentatie. Te beginnen met deze uitspraak van Shell. Historisch en belangrijk. En welk eigenlijk het inheems perspectief onderstreept. En namelijk zegt dat klimaatverandering over mensenrechten gaat. Een mensenrechtenkwestie is als de rechter. En daar zou ik op voortborduren met betrekking tot casus West-Papua. Nou, we hebben gezien in de vorige sessie dat ik iets heb verteld over Showcase West-Papua. Dat West-Papua de grootste tropische eiland ter wereld is. Dat het een gedeelde geschiedenis heeft met Nederland. De grote onbekendheid, gevaarlijke stilte in Nederlands en internationale instituten. Zoals het onderwijs, media en de politiek heeft bijgedragen aan de ruim 500.000 slachtoffers de afgelopen 59 jaar. Dat er ongeveer een derde van de Papua's is. En dat West-Papua de grootste goudmijn ter wereld huisvest, de tweede grootste kopermijn, vele palmolieplantages en de fossiele industrie die heel veel destructie aan mensenlevens en natuur teweeg brengt. Dat de internationale pers en NGO's geen toegang hebben tot West-Papua sinds de invasie van het Indonesisch leger in 1963. Tot het heden. En dat West-Papua een van de meest gemilitariseerde gebieden ter wereld is. En de Papua's met genocide en ecocide wordt bedreigd. Een korte wrap-up, hoe was dat? Een heftig verhaal. Een groot en complex verhaal dat tijd nodig had om te bezinken. En ik kan jullie vertellen, middels deze presentatie, dat
er een weg vooruit is en dat klimaatrechtvaardigheid hier een belangrijke rol in zou kunnen en zou moeten spelen. Want wat heeft West-Papua te maken met de klimaatcrisis? Heel veel. En niet alleen West-Papua, maar inheemse volkeren die worden onderdrukt, uitgemoord. Hun leefgebied wordt afgepakt. Staat ten grond ligt ten grondslag aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis. En een oplossing is dus eigenlijk heel simpel, en dat zegt de rechtszaak van Milieudefensie tegen Shell ook, klimaatverandering gaat over mensenrechten. En laat nou de VN, Department of Economic and Social Affairs, de secretaris-generaal, die zegt ook, zo ziet u op de presentatie, advancing those rights, ensuring the collective rights of indigenous peoples to lands and territories and resources, not only for their well-being, but also for addressing some of the most pressing and global challenges, such as climate change and environmental degradation. Advancing those rights is an effective way to protect waterways, biological diversity. Achieving the sustainable development goals overall is not possible without fulfilling the rights of indigenous peoples to their lands and territories. And resources, wat ze zeggen, dus als wij geven om de rechten van inheemse volkeren, dan beschermen we daarmee de wereldbiodiversiteit. Zij beheren immers ruim 80% van de wereldbiodiversiteit op dit moment. Dat is dus ons beste middel om de klimaat- en biodiversiteitscrisis te lijf te gaan. Het waarborgen van inheemse rechten. Sterker nog, als wij hadden gegeven om de rechten van en levens van inheemse volkeren, gekleurde mensen, hadden we deze klimaatcrisis niet gehad. Zo simpel is eigenlijk dit gegeven, is de wetenschap. Hoe ziet de weg vooruit er dan? Hoe ziet de weg vooruit eruit? Strijden. Zonder strijd helaas geen verandering. En dat hebben we in West-Papua gezien. Wat we hebben gedaan, we hebben strijd geleverd de afgelopen 59 jaar. En onze campagne, de afgelopen 15 jaar, hebben we veel verandering gerealiseerd. En hebben we van hoop verandering gerealiseerd en perspectief gecreëerd. En dat ziet er als volgt uit. Sinds het bestaan van onze campagne Free West-Papua Campaign, ongeveer 15 jaar geleden, hebben wij de Papoes gemobiliseerd en de wereld geïnformeerd. Dat was ons doel. Informeren over de koloniale bezetting, informeren over de destructieve activiteiten van BP, van de werelds grootste goudmijn, palmoliebedrijven, en dat Papoe-levens daaraan verloren gaan. Dat is wat onze campagne doet en wij onderstrepen het recht op zelfbeschikking wat aan de Papoeas toebehoort. Hoe ziet die beweging eruit? Ik kan er heel veel slides aan toewijden, maar ik laat jullie graag een video zien die er samenvatting van maakt. Ik ga nu over op de video. West Papua was a non-self-governing territory known as the Netherlands New Guinea. West Papua. Human rights violations in West Papua. We have left them behind some 50 years ago when we as a family of nations noted their plight without much to add. Since then, the people of West Papua were never allowed the proper act of self-determination.
If they say that they want independence, if they organize politically demonstrating for independence, if they even display the Morning Star flag, which is a West Papua national flag, they face 15 years in prison and they're charged with treason. Remote parts of the world, the existence of an entire culture is being threatened. Under the canopy of the densest rainforest in the world, they thought they could keep it a secret from us. They think we won't care. They actually believe that we won't do something about it. Now it's time to do something, and it starts with you. On the Indonesian province of West Papua, genocide is slowly wiping out the Papuan people. An estimated 1 million Papuans have been slain by the Indonesian military, and as long as the world is left in the dark, innocent lives will continue to be lost. Papuans endure torture and murder carried out by the Indonesian military every day for simply living on their own land. They fear their cries for help will not be heard by the rest of the world. Help us to get the word out about genocide in West Papua. My name is Ryan Phillippe. I'm an actor, director, and I'm an isolated ambassador for peace. So many times we hear about atrocities occurring all over the world, yet we do nothing, believing there's nothing that we can do. But we can all take action. For a better world tomorrow, it starts with our actions today. We have the power to create change. Naar aanleiding van onze campagne is meer bewustwording, zoals jullie zagen in de video, zowel in de regio in West Papua als in de hele Pacific regio. Van Maori activisten en studenten tot heel veel Pacific Island-staten en civil society movement. Die hun steun uitspreken voor het recht op zelfstandigheid voor de Papua's en het stoppen van mensenrechten schendingen. Maar ook in Nederland zien we die enorme draagvlak toenemen. Als je op Google onder de kop nieuws West Papua intikt, dan zie je vanzelf al die berichten verschijnen over de schade aan ecosystemen door palmolieplantages, BP en goudmijn, tot aan de grove mensenrechten schendingen en racistische houding van de Indonesische overheid tegen inheemse Papua's. Een recent artikel van het Reformatorisch Dagblad, de kop van het artikel zegt heel veel: Nederland moet opstaan tegen genocide Papua's en dit werd tijd. Het is te lang stil geweest en dit is een artikel van 1 juni 2021. En dat moet vaker komen. En ook een artikel van NOS, Indonesië dreigt met uitroeien van onafhankelijkheid, strijden ze op Papua. Nou, dat zijn veelzeggende artikelen, maar nog niet voldoende na 59 jaar lang stilte in de Nederlandse instituten. Dus we zijn er blij mee, maar het is belangen na niet voldoende. Maar we zien dat inzet, strijd, dat loont. Mensen bewustwording groeit, de draagvlak groeit. En de strategie die we in Nederland hebben gekozen, en ook internationaal, is allianties en samenwerkingen aangaan. Bijvoorbeeld met een campagne van Milieudefensie in 2019, als ik me niet vergis. Foute investeringen van pensioenfonds ABP met betrekking tot palmolie in Papua en andere delen van Indonesië. Daar had ik aan deelgenomen, omdat het specifiek om een foute investering was in aan een palmolieplantage in West Papua.
En dat heeft ertoe geleid dat, hè, ik weet niet of die uitzending dan zoveel impact heeft gemaakt, maar in ieder geval de investering in die foute palmolieplantage in West-Papua, dat was een bedrag van €300.000. Dat is teruggetrokken. Dat is een voorbeeld, en dat werd uitgezonden door de kassa, maar ook een solidariteitsstatement van politieke jongerenorganisaties zoals Pink van de Partij voor de Dieren, Dwars van GroenLinks, Rood van de SP en Jongerendemocraten van D66. Als ook de jongerenorganisatie van Milieudefensie, JMA, die hun steun betuigde voor het recht op zelfbeschikking van de Papua's. Dus mooie stappen. Ook het JMA besteedde aandacht in het boek door mij te interviewen met betrekking tot het inheems perspectief en showcase West-Papua. Ook Extinction Rebellion ging eraan vorm met mijn verhaal erin. Ineens perspectief en showcase West-Papua. Nou, het magazijn van Milieudefensie Down to Earth heeft een prachtig artikel geschreven. Wat veel stof heeft doen opwaaien. Maar ook in het Nationaal Milieubeleid, beleidskader van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, had mij de ruimte gegeven naar jongeren die mij hadden gepitcht binnen de Jongeren Milieuraad en in contact heeft gebracht met de betreffende penhouder. Ook daarin het ineens perspectief, en dat is beland bij alle milieuprofessionals waar het ministerie mee contact heeft. Nou, dat zijn behoorlijke stappen in Nederland. Dat is eigenlijk het afgelopen jaar pas geweest, omdat wij het verhaal blijven vertellen. En een belangrijke stap die naar aanleiding van de samenwerking met Extinction Rebellion afgelopen 25 mei, waarbij ze een gezamenlijke actie voor de Tweede Kamer hadden en enkele partij, Kamerleden naar buiten kwamen onder van Bijeen, Sylvana Simons en Lambert van Raam namens de Partij voor de Dieren en dit manifest eigenlijk in ontvangst nam. En online werden er handtekeningen gezet van al die organisaties die je daar ziet staan. Dus bijna de hele klimaatbeweging, antiracismebeweging en nog vele andere, zoals de politieke jongerenorganisaties en ook politieke partijen. Ongekend succes vanuit ons campagneoogpunt, een historisch moment. En ik denk dat het het beginpunt is van het inheems perspectief op de kaart zetten. Dat werd die dag bekendgemaakt. En ook al die aandacht bereikt nu ook de mainstream media. Ik ben recent geïnterviewd, althans ik mocht een talk, een soort van TED-talk-achtige praatje doen bij Brainwash Talks, NPO 2, over het inheems perspectief op klimaatverandering. Nou, deze wordt op 17 oktober aanstaande uitgezonden, 2 weken voor de klimaattop, dus dat is helemaal perfect. Maar ook de internationale samenwerking vordert enorm. Binnen de Global Pan-Africanism Movement wordt West-Papua benoemd. Binnen de Pacific Climate Warriors is West-Papua een aandachtspunt. En het inheemse netwerk wereldwijd werken wij mee samen om het verhaal van de Papua's te versterken. Maar ook om die allianties met andere onderdrukte volkeren en groepen te onderstrepen en te bestrijden. En dan u en ik. Ja, u zult begrijpen na alles wat ik heb verteld dat ik overtuigd ben dat verandering maken een keuze is. En ik geloof dat iedereen een verhaal kan vertellen. Of een actieve bijdrage kan leveren om uiteindelijk die grote verandering te realiseren door allemaal kleine acties. Want zo begon die van ons ook. Een gesprek aan de keukentafel, een spreekbeurt op school, een event in je wijk of in je eigen instituut, een bijeenkomst, een online event, filmavond. Zo zijn de kleine bewegingen een grote golf van verandering in de samenleving. Zoals je dat net voorbij zag komen in het filmpje. Wat wij voor ogen hebben is een nog grotere visie, namelijk de Green State visie of West-Papua. As we speak ben ik die maximaal aan het uitrollen met onze partners. Advocatenkantoor die een draft resolutie heeft of een draft visie heeft uitgeschreven onder deze noemer. Waarbij we de groenste eiland ter wereld, namelijk Nieuw-Guinea, groen willen houden. De fossiele activiteiten willen stoppen, de boskap willen stoppen en de inheemse volkeren weer recht geven op hun eigen gebied. En daarmee de grootste tropische eiland beschermen. En hiermee antwoord bieden op de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Dat willen we tijdens COP26, dus aankomende klimaattop, lanceren. En hopen wij zoveel mogelijk progressieve partijen, klimaatactivisten, milieuorganisaties achter onze zaak te krijgen. Want dit is zo niet onze laatste kans. Als we zien wat er al in het land gebeurt in de wereld om klimaatverandering te stoppen. En daarvoor moeten we toch echt naar inheemse volkeren gaan luisteren. En dit is hun kans. Dat is onze grootste groene visie. En hiermee komt mijn presentatie ten einde. Dank jullie wel.